Oké, de volgende is het wrak van de goslar. De goslar die beweegt. De mast die meet dat ieder jaar en het beweegt richting oostelijke vaargul. Hoe komt dat? Aan beide kanten heb je behoorlijke slijpgeulen, zal ik maar zeggen, door de stroming. En daar glijdt hij in, daar glijdt hij naartoe. De mogelijkheid bestaat volgens de mast dat de oostelijke vaargul, we hebben er daar twee, oostelijk-westelijk, geblokkeerd raakt. En dan is de haven en verder niet meer bereikbaar. Dat doemscenario, dat willen we niet. Dus er zijn stappen genomen om te laten verwijderen. Er is een aanbesteding geweest, een pre-qualification met prijzen. U ziet het, de hoogste is 64, haast 65 miljoen. De onderste Vermeulen is 5,3 miljoen, maar die is gedisqualificeerd. Die scoort onvoldoende. Degene die wel kwalificeert en de laagste is kolencontractors uit Nederland voor 5,6 miljoen. Die staan niet op de begroting van volgend jaar. We zijn nu in onderhandeling met aannemer kolen en hij komt met een financieel voorstel. In dat voorstel zou ook de ECA die verplicht is opgenomen zijn en we wachten met belangstelling op het ogenblik dat voorstel af. Want als het goed is, gaan we volgend jaar, als het goed loopt, volgend jaar dat wrak verwijderen. Ik heb begrepen dat de president al vroeg of het in februari kon, maar dat hoor ik van kolen zelf. In ieder geval, er zal eerst een ECA moeten gebeuren. En die is pas, dat is zeker een half jaar, dus dat derde kwartaal, dan zou dat ongeveer klaar kunnen zijn. Derde, misschien vierde. En dan kan de start van de uitvoering het derde, vierde kwartaal beginnen. En dat is ongeveer 60 dagen. Volgende grote is de brug over de Suriname rivier. De Suriname rivier is een jaar geleden ook in de markt gezet. Toen hebben we in de markt gezet zowel het ontwerp, alle voorstudies als de realisatie. Daar hebben twee partijen op gereageerd, dat is niet gelukt. We zetten het nu weer in de markt, maar nu alleen eerst de voorstudies. Nou, u ziet het hier staan, de voorstudies, de alternatieven afwegen. Wat we willen is een goede locatie voor de tweede brug en zicht op de financiële en technische haalbaarheid. Het request voor proposals, de voorschriften, die zijn zeg maar gereed. Die kunnen zo de markt op. Ze moeten gepubliceerd worden. Wij gaan ervan uit dat er behoorlijk local content bij komt. En wel op niveau. Dit zijn de studies, ik ga ze niet allemaal noemen, maar het is allemaal om te komen tot een goede locatiebepaling. Plus de financiële studies. En ook studies of dit met een PPP gaat lukken. De planning is dan als volgt. December had dus dat al naar buiten gemoeten, die tender, dat is niet gelukt. Laten we zeggen dat januari naar buiten gaat. Aan het eind van het liedje zouden we dan de tender voor de uitvoering zeg maar in het laatste kwartaal van dit jaar kunnen plaatsen. Maar dat is een beetje optimistisch, zal wel een kwartaal later worden. 1 miljoen tot 2 miljoen zijn de kosten.